Agnes. Een val van de trap, een auto-ongeluk, een buikoperatie. Soms begint Agnes met een lelijke opdater in de buikstreek. Maar meestal ontstaat deze intense buikpijn opeens. Ja, daar ben ik dan weer. Ik ga straks namelijk mijn begeleidster interviewen over mijn buikwandpijnsyndroom. Dat is dus Agnes, zoals jullie wellicht weten. Ik zou zeggen, kijk even goed naar wat mijn begeleidster heeft te zeggen. En ze stelt zich ook even netjes voor, dus heel veel kijkplezier. Een hele goede middag. Hi. Hi. Ik ga jou dus interviewen over mijn Agnes. Dat weet je. Je bent mijn begeleidster al een tijdje. Hoe vind je dat? En stel je ook gelijk even netjes voor. Wie ben je? Wat doe je? En waarom kom je hier? Ik ben Debbie. Ik ben de ambulant begeleider van Karin. Samen met mijn collega, die ook Karin heet. Dus Karin en Debbie. Ik kom één keer in de week bij Karin thuis. En dan kletsen we over wat ze meemaakt. Over waar ze tegenaan loopt. Wat voor successen ze behaald heeft. En heel soms heeft ze een klein beetje ondersteuning nodig bij een telefoontje wat ingewikkeld is of iets uitzoeken. Maar dat gebeurt niet zo vaak, want de meeste dingen regelt ze gewoon allemaal zelf. Ja, dat is waar inderdaad, correct. Dan heb je gelijk ook al 4 beantwoord, helemaal top. Oh. dat was dus eigenlijk van wat voor werk doe je en waarom doe je dat? Oh, ja. Ik ben dus onderdeel van het ambulante team van Cyrano. Uh-huh. En wij bieden ondersteuning aan mensen die zelfstandig wonen en een hulpvraag hebben. En die hulpvraag kan van alles zijn. Dat kan help mij met mijn financiën, tot help mij om mijn leven een beetje overzichtelijk te maken. Sommige mensen hebben hulp nodig in relaties. Dus het is heel uiteenlopend. Ja. En ik doe dit omdat ik het heel tof vind om te zien dat met een klein beetje een aanwijzing of een klein beetje coaching mensen zoveel meer kunnen dan dat ze eigenlijk zelf weten. Okay. Dus om mensen daarin te sterken, zodat ze uiteindelijk zelf verder kunnen, vind ik gewoon super tof. Kijk, dat is heel mooi om dat te horen. Ik ga er gewoon lekker, gewoon hopelijk lekker snel doorheen met jou. Was je bekend met Agnes voordat je hier bij Karin kwam? Nee, nog nooit van gehoord. Oké. En heb je ook hierom moeten inlezen in deze situatie wat Karin nu heeft? Ja. Karin heeft goede artikelen doorgestuurd en mij doorverwezen naar goede websites waarin veel stond. Dus dat heeft wel heel veel duidelijkheid gegeven. Ja. Oké. En wat voor duidelijkheid kan je een beetje geven van wat je hieruit hebt ontdekt of gelezen? Ja, wat ik heb gelezen en vooral het filmpje wat ik heb gezien over, dat was zo'n tekenfilmpje met zo'n pijnplek. En dat kan komen door trauma en dat het heel erg geconcentreerd op één plek zit. Dat zijn dingen die ik heb gelezen. Maar wat ik eigenlijk veel interessanter vind is wat ik ervan zie en wat ik zie wat het met mensen doet. En, ja. Dat zie ik wekelijks bij Karin en ik spreek Karin daar ook tussendoor wel eens over. En dat zegt eigenlijk veel meer dan welke website dan ook. Om te zien wat het in de praktijk en in het dagelijks leven met iemand doet. Ja, oké. Precies. Ja, dus dat is wel heftig om te zien. Toch wel. En waarom is dat heftig om te zien? Want je kon het nog nooit. Nee. En nu ken je er eigenlijk waarschijnlijk nu 1 van de hele cliëntenpartij. Ja, nou, uit mijn hele leven. Ja. wat ik zie bij Karin is dat zij op momenten dat de klachten echt wel wat pittiger worden, heeft ze weinig energie. Terwijl normaal gesproken bruisen van de energie. Ze heeft altijd veel plannen. Ze is altijd op pad, altijd veel aan het ondernemen. En daarin wordt ze gewoon heel erg beperkt. Zelfs ook echt wel dagen op bed. Wat sneller geïrriteerd, wat sneller aangebrand naar de mensen om haar heen. En dat past haar eigenlijk helemaal niet. Zo is ze eigenlijk helemaal niet. En dat is dus wat Agnes bij Karin doet. Oké, dankjewel. Ja. Zijn er dingen die ik je nog zou kunnen vertellen? Nou, wat ik graag zou willen weten, maar wat je zelf denk ik vooral wil weten, is wanneer is het dan over?
Ja, dat wil ik ook graag weten. Maar waar is het de oplossing, het medicijn? Ja, en dat is er niet. Nee. Klopt. Helaas. Wat zou je nog meer willen weten over Agnes? Oh, nou, wat ik eigenlijk nooit heb gelezen, is er een verschil tussen het aantal mannen en vrouwen? Is het iets wat bij vrouwen vaker voorkomt? Dat weet ik zelf ook nog niet. Nee. Dat ze wel interessant vinden. Misschien is het dan toch ook een hormoonding, wat ze nog niet weten, hè? Als 80% vrouw is. Ja, het kan bij iedereen voorkomen. Ook al ga je gewoon een verkeerde beweging maken met een boodschappentas tillen. Het kan zomaar ontstaan, zeg maar. Ja. Maar ik ben toch benieuwd hoe die verhouding dan ligt tussen mannen en vrouwen. Ja, ik ook. Ja. Maar dat is een goeie. Ja. Dat is een goeie. Hoe ga je om met de situatie? Is dat lastig voor jou? Het is niet lastig voor mij. Het is lastig voor Karin. Ja. En ik vind dat wel moeilijk om te zien. Maar goed, laten we heel eerlijk zijn. Ik ga naar huis en ik voel de pijn niet. Nee, dat is waar. Maar ik vind het moeilijk om te zien en het raakt je wel verdriet. Ja, okay. Dat wel. Oké. Okay. Ja. Dat is eerlijk. Wat zou je nog meer kunnen doen voor ondersteuning? Wat ik een poosje geleden heb Karin en ik een gesprek gehad over hoe ik het dan doe, hè, voor mijn functioneringsgesprek. En daarin heeft Karin ook wel heel duidelijk aangegeven dat ik soms te enthousiast ben en te vrolijk. En dan kom ik binnen met, hoe is het? En dat kan sowieso vervelend zijn, maar zeker als je pijn hebt en daardoor moe ben en daardoor geïrriteerd ben. Dus daar kan ik nog misschien wat meer op letten, dat ik gewoon wat rustiger binnenkom. Eerst even aftasten, even kijken hoe het is en dan wel of niet enthousiast of dat ik me daar wat meer aan aanpas. Uh-huh. Dus dat zou ik misschien wel kunnen doen. Ja. Okay. En dat is niet een oplossing, want de pijn wordt daardoor niet erger of minder erg. Maar, uh-huh. Het helpt misschien wel in hoe je je voelt. Ja, dat klopt. En stel je en je krijgt nu nog een keer een cliënt met Agnes. Wat kan je daar weer uit leren vanuit mij? En dan geef ik je telefoonnummer. Dat mag. Ga ik eerst aan je vragen en dan geef ik je nummer. Ik denk wel dat je het dan eerder herkent. En dat je eerder kan zeggen van, goh, wat heb je dan precies? Beschrijf het eens. Zou het dat of dat kunnen zijn? Uh-huh. Dan heeft het in ieder geval een naam. In plaats van, misschien je blinde darm, of ga maar naar de dokter. Dan hoef je niet heel die molen door. Maar dan kan een cliënt ook zelf naar de dokter met, goh, ik heb dit er wel eens over gehoord. Kan dat het zijn? Zodat je wat sneller een diagnose hebt. Ja, oké. Okay. Ja. Netjes, oké. Okay. Wat zijn de lessen die hieruit geleerd kunnen worden voor jou of voor het hele team? Bekendheid over het bestaan. Ja. Wat is Agnes? En het bestaat dus echt. En, dat wisten we niet. Dat wisten we allemaal niet. Ik heb het er nog nooit gehoord. Mijn collega's hadden ook nog nooit gehoord. Nee. Oké. Okay. Deel je deze informatie binnen het team? Of wordt er ook nog overlegd erover? Binnen het team hebben we het niet over gehad. Wel met mijn collega's samen, Karin. Mm-hmm. Die Karin dus ook goed kent. En met onze coördinator, die Karin ook goed kent, heb ik het over gehad. En verder eigenlijk niet. En dat is ook een stukje privacy. Ja. En ook omdat die andere collega's hier niet komen. Ja. Alleen in geval van uiterste nood, maar dat is eigenlijk nooit gebeurd. Nee. Verder heb ik met mijn collega's niet over gehad. Oké. Okay. Nice. Dan even kijken. Zijn er dingen die je hebt geleerd met betrekking tot dit ziektebeeld? Weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb wel veel geleerd echt over het bestaan van Agnes, wat dat doet. Maar ik weet niet zo goed. Want voor mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit of iemand nou heel veel pijn heeft, of zich ellendig voelt, of verdrietig is door
nou ja, dat je been gebroken is. Hè, dan wil ik er net zoveel zijn voor iemand dan wanneer het dan acne is of nou ja, een ander heftig iets. Okay. Dus ik hoop en ik wil er gewoon echt zijn voor Karin. In goede dagen, maar ook op de minder goede dagen. Of zelfs ook op de slechte dagen. En ja, dat het dan acne is, vind ik wel pittig. Omdat je gewoon weet dat er een grote kans is dat het niet overgaat. En dat maakt het wel heftiger dan blinde darmontsteking. En dat is wat makkelijker. Nou, gelukkig heb ik die nog nooit gehad. Die nog niet. Nee. Wat vind je ervan hoe Karin zich houdt met deze situatie? Ja. Nou, ik vind het onwijs knap hoe ze steeds initiatief neemt om toch die arts op te zoeken, om naar het ziekenhuis te gaan, om behandelingen te ondergaan. Daar bereidt ze zich ook goed op voor. Ze heeft heel goed contact met het ziekenhuis, doet ze allemaal zelf, heeft ze geen ondersteuning van de begeleiding voor nodig. Soms, wat ik al eerder zei, is ze wel eens wat aangebrand. En weet ze misschien zelf ook niet zo goed waar het dan door komt. En achteraf zegt ze, ja, ik had gewoon heel veel pijn. Maar op het moment dat het daar is, is het altijd niet even makkelijk om daar woorden aan te geven. Dan vind je gewoon de wereld kut. Dus ja, ik vind dat ze het goed doet en stoer. En ja, ze gaat wel echt op zoek naar oplossingen, naar behandelingen, naar wat wel kan. En natuurlijk is er soms ook een dag dat niks lukt en dat je eigenlijk alleen maar op de bank wil met een deken. En dat je denkt, sterf allemaal. Maar daarna pak je jezelf toch wel weer bij elkaar en ben je heel veerkrachtig. En dat vind ik wel sterk. Oké, top, dank je. Wat zou je Karin meegeven als advies om door te kunnen gaan of doen? Oh, dan kan je zelf zoveel beter dan ik. Jij bent zo'n powerwijf. Heb je mij helemaal niet voor nodig. Oké. Heb je zelf nog iets toe te voegen of te vertellen? Ik hoop zo dat het overgaat. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Mevrouw achter de camera hier dan. Ja, dat hoop ik echt. Ja. Ja, dat hopen we allemaal. Nou, dan wil ik jou heel graag bedanken voor het interview. Graag en dan hoop ik niet en dat ik jou nog een keertje hoef interviewen. Niet hierover. Nee. Over andere dingen. Ja, precies. Maar niet hierover. Nee. Maar dankjewel voor je interview, meisje. Graag gedaan. Zo, dit was weer de interview met mijn begeleidster Debbie. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben of hebben gehad. Ik zou zeggen, heb je hier wat aan? Ik zou zeggen, laat gelijk dan eventjes een reactie achter. En dan reageer ik zo spoedig mogelijk terug. En anders mijn editor die dan wel reageert. En dan wil ik jullie hartelijk bedanken dat jullie de moeite hebben genomen om hiernaar te kijken. En dan graag tot de volgende keer maar weer.